Stefan de Loze werd dinsdagmorgen, net als alle andere spelers, op de hoogte gebracht, per e-mail nog wel. Het is voorbij, u hoeft niet meer te komen. Ja, dat is heel pijnlijk, ja. Je spreekt er wel vaak over in de spelersgroep en zo. Onderling. Van, het zal toch niet waar zijn dat dat kan gebeuren, het kan toch niet... meneer Van Oppen ook, die toch met positieve berichtgeving bleef komen naar de spelersgroep toe. Ja, en dan blijf je er automatisch zelf ook in geloven, dat is duidelijk. En als het dan inderdaad fout blijkt af te lopen, is dat extra pijnlijk, ja. Het waren bewogen weken voor de Loze. In volle degradatiestrijd gedebuteerd bij Beerschot en dan van heel dichtbij de volledige teleurgang meegemaakt. Het moet een raar gevoel zijn om een club zo te zien verdwijnen. Ik heb dat wel vroeger een paar keer zien gebeuren, met toen mijn Kroen in verheffing ging, toen KV Mechelen lommel. Maar als je er zelf in zit, dat is nog zoveel erger dan... Als je ziet hoe de supporters er ook onder lijden. En ook als spelers is het moeilijk, omdat je toch je broodwinning ziet verloren gaan. Ja. De lonen voor de maand maart zijn nog niet uitbetaald en dat zal waarschijnlijk ook niet meer gebeuren. Stefan heeft nog een contract van 2 jaar op de kiel, maar hij gaat zoals zowat iedereen zeker weg. We hebben maandag nog eenmaal afspraak op de club, waar de clubadvocaat ons duidelijk zal komen verschaffen. Ik vermoed dat daar over de juridische kant van de zaak zal gaan. Ja, want voor jullie veel meer uitleg is er niet nodig, denk ik. Nee, sportief gezien is er niet veel uitleg meer nodig, denk ik inderdaad. Wat duidelijk is geworden de laatste week is dat we inderdaad op zoek moeten naar een nieuwe club. En ik wacht nu af wat er zal gebeuren. Ja, verwachten jullie dat Van Oppen nog iets komt zeggen tegen jullie? Verwachten is misschien moeilijk, is misschien een groot woord. Maar ik hoop van wel eigenlijk, ja.